Omdat ik nog steeds ongelooflijk veel geloof in de idealen die de Partij van de Arbeid heeft. Om eigenlijk iedereen in de Nederlandse samenleving een kans te geven. Ja, dat is toch dat crisisakkoord wat we gemaakt hebben vorig jaar. Toen ging het opeens heel erg slecht met Nederland. Er dreigden ontzettend veel mensen hun baan te verliezen. Toen hebben we een plan gemaakt met het kabinet om te zorgen dat mensen aan het werk konden blijven. Inmiddels weten we dat Nederland de laagste werkloosheid heeft en de laagste jeugdwerkloosheid ook. Ja, dat is het allerbelangrijkste wat we gedaan hebben.